Ik kan het niet zien, hè? Helaas. Paul zit er. Heb je wel verwachtingen wat je allemaal gaat zien? Of... Nou, ik denk dat er heel veel dingen natuurlijk geshowt worden over de nieuwe Xbox, de nieuwe PlayStation, nieuwe games natuurlijk. Ja, uiteraard. Ghost natuurlijk. Kijken of ze weer een goede Call of Duty kunnen maken. Iedereen mag er wel eens op. Ik had alleen persoonlijk had niet Ghost genoemd. Maar nee. Ghost is de meest. Een soort gay perk. Gay is niet anti-homo, de mensen denken als het luistert. Gay is gewoon een YouTube en vooral ook een game term. Ja. Zit hij dan gay in een hoekje dat ik camper? Dat is niks tegen homo's. Ik heb zelfs vrienden die het zijn, dus maakt het helemaal niet uit. Maar dat is gewoon toch? Gebruik je het ook als nieuws? Gay, ja, gamen? Dat je van die 11-jarige jochies. Wat zit hij dan gay in? En hoor je in de lobby, hoor je... Nee, maar dat heeft dus niks daarmee te maken. Maar Ghost is niet echt een, dat ik zeg, zo, die gaat rushen met zijn perk. Nee, maar dat komt in Black Ops 1. Dat was echt Silent Galil, want in Black Ops 2 heb je geen last van Ghost. Helaas eigenlijk, want ik zou graag Ghost willen hebben zoals hij was. Want dan voor die Blackbird, dat je dus door een Blackbird, of een Orbital Reset, hoe dat ding ook heet, dat je dan niet zichtbaar bent. Net zoals bij eigenlijk de Advanced UAV. Heb je? Ja, als je Assassin hebt, ben je gewoon veilig. En het speelt, want ik word helemaal gek gisteren over zieke gameplay op Nuketown. Ik sta 28-4 of zo, achter ga lekker en ik krijg één orbital tegen. En het is meteen ga ik voor de pauze nog naar 30-19. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ga ook vaak gewoon, als ik bij eentje ben, ga ik gewoon uit dan. Nee, ik lever in nu en ik had 61-26 uiteindelijk. Terwijl ik echt gewoon 15 keer dood ga breiden door de Warlock en die orbital en zo. Maar even lachen, soms, die namen veranderen ze weer. Ja, waarom? Een Black Ops is gewoon orbital. Als je naar Black Ops kijkt en Black Ops 2. Met dogs, die namen, die veranderen ook elke keer. Ja, waarom een K9 unit? Ja. En waarom dan een Blackbird wordt een Orbital Reset? Nou, dat is heel makkelijk, want een Blackbird is iets wat ze vroeger hadden. Zo'n Zo'n vliegtuig. En nu is het een satelliet. Dus daarmee heeft het te maken. Maar bijvoorbeeld een honden, dogs of K9 units, ja. Nee, ik snap het niet. Nee, dat snap ik inderdaad. Nee, gewoon dogs. Ja, en kijk, waarom, ik weet het toch, verschillende makers het gemaakt, maar waarom heet nou die Escort Drone nou Escort Drone en hij is precies hetzelfde als de Overwatch van MW3? Ja, anders toch waarschijnlijk een verschil tussen Infinity Ward Er is ook een verschil, Infinity Ward is heel erg goed en Triarch zuigt aan alle kanten. Dus er is ook een verschil, maar het is echt verschil. Ik hoop echt dat Ghost goed wordt, anders is het echt klaar met Kot, denk ik. Ja, dan gaat Battlefield winnen. Want Battlefield gaat echt. Die komt nu met een consoleversie aan. Dat gaat ook nu zien op de E3. Met 32 tegen 32 op een console. En wat doet Ghost terug? Die blijft gewoon Ground War 9 tegen 9, regular 6 tegen 6. En die komen waarschijnlijk met replay weer 4 tegen 4. Dat is zo 2009. 16 tegen 16, maar hoger gaan ze maar. Nee, ook niet. Nee, bij Call of Duty. Nee, Call of Duty. 9-9 is meestal hoog. Ja, 9-9 is het hoogste. Ja. Soms 10-10, maar dan hebben we rare dingen gegeikt of zo. En dan zegt ze wel, kijk, we hebben League Play nu hebben ze geïmplementeerd. Dat is dan een verbeterde versie. Maar dan speel je 4-4 op niet zo grote maps, oké. Maar als je naar Battlefield gaat, heb je ook die DLC, die Closed Doors. Dan speel je gewoon 8-8 op hele kleine maps. Daarom. Dat is het dubbele, snap je? Dus ze moeten nu echt wat gaan doen, willen ze aanhaken. Maar ik denk wel dat het heel goed wordt. Ik denk dat Ghost heel goed wordt, denk ik. Laat het open. Het is Infinity Ward. Ik hoor dat iemand anders al een perfecte combinatie zou zijn inderdaad als ze samenwerken. En dan heb je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een Call of Duty hebt met bijvoorbeeld wel zombies erin, zeg maar wat van Triarch, snap je? Een singleplayer van Triarch is over het algemeen, vind ik, iets sterker dan MW. Ik kan meevallen. Maar ik vind het wel, ik weet niet, er zitten wel leuke dingen. Kijk naar Kort, en dan met de multiplayer van Infinity Ward. Wat nu dan uitgelekt is dat hij het meest gaat lijken op MW2, maar dan zonder de bullshit perks. Het is een stapje terug van MW3. Nee, maar er komt wel eens iets in als een MOAB of specialist. Er komt iets in zoals nu uitgelegd is. Met 30 streakjes dan een soort MOAB en 50 streakjes een endgame MOAB. En dat zou er vet zijn. Want een 50 gun streak is echt pittig, hoor. Ook met specialist. Ja. En dan zal niet snel een wedstrijd door gewonnen worden. Nee, denk ik niet. Nee, ik heb 38 of zo. Nee, 39, 36 geloof ik. Ook 36, ik heb niet zo'n hoge gun streak. Maar dat denk ik wel dat dat
dat zoiets moet er weer in. Er moet iets in wat ook YouTube weer een boost krijgt. Van echt, het is gewoon vet om te kijken. Tips, mensen willen dingen leren. Niemand hoeft wat te leren van Black Ops 2 nu. Het was daar een maand al niet meer, hè? Tips. Nou, maar dat is het probleem met een heleboel kanalen die ze nu hebben, gewoon, die er zijn. Gewoon dat mensen gewoon geen ideeën meer hebben van hoe en wat, waar ze het over moeten commentaten. Nee. Ja, dat valt op je gameplay nog een beetje te laten zien. Ja, maar dat is uiteindelijk allemaal hetzelfde. Waarom? Kijk, een MOA bijvoorbeeld, bij MW3, is gewoon elke keer gewoon anders. Je kan het anders spelen, met andere wapens, je kan het op een andere manier doen. Ja, dat maakt het gewoon heel erg leuk. Dat wel. Dat is het grootste. Als je toch over Battlefield en ja, MW3 hebt gemunt, ik vind van Battlefield wel mooi, als je iets kapot schiet, het is kapot. Je verandert de hele map er wel. Ja, dat schijnt dus een verbetering te zijn in Ghost, hè? Ja, maar dat is wel, het is gelimiteerd, hè. Kijk, het neppen zal waarschijnlijk zijn met die engine kennende. Als jij gewoon ergens bij een houten brug staat, dan kan je die houten brug kapot schieten. Maar alle stenen aan de andere kant eromheen, die krijg je gewoon impact op je kool. Er gebeurt niks. Dat denk ik. Wat echt gewoon bij de engine van Battlefield is, dat gewoon alles kan stuk. Waar je ook op schiet, het gaat stuk. En dat vind ik wel het voordeel. En dat is dus bij, ik denk bij Ghost, dat is nu wat er nu uitgelekt is tot nu toe, het zijn allemaal speculaties. Maar is dat niet het geval? Is het wel semi-constructief of destructief, die map? Snap je? Dus het is gewoon een gedeeltelijk stuk. Maar is op zich goed, we wel verbetering natuurlijk. Ja. Ze hebben ook dynamische dingen in. Hè? Als ik knop indruk, dan rolt er al een boomstam van een brug af en dan kun je allemaal door dood en zo. Ja, maar Gears of War eigenlijk al 4 jaar geleden was. Knop indruk en dat gebeurt dat toch? En dat komen ze nu bij. Maar ze leren natuurlijk van elkaar. Maar ja, ze hebben gewoon stilgestaan. Kort, heel lang. Ja, wel een hele lange tijd. Ze zijn niet zoveel nieuwe dingen gaan doen. Nee, en de nieuwe dingen die ze gedaan hebben, daar is totaal niet over nagedacht. Nee, is totaal daarom verkeerd uitgewerkt. Maar ik vind ook niet jammer dat Black Ops door een ander met iemand gemaakt. Ja, dat is gewoon wel jammer. Ja, duidelijk. Je merkt het ook erg aan de graphics. Vind jij de graphics mooi, Black Ops? Nee, lelijker. Ja, cartoon. Het is gewoon, maar Black Ops, het rare is, ik vind Black Ops 1 gisteren gespeeld, ook, een groot ook. Ik vind Black Ops 1 mooier dan 2. Dat is raar. Maar ik vind MW3 echt veel mooier dan MW2. En MW2 is ook weer een stuk verbeterd dan MW1. Oké? Ja. Dus die hebben al een stap gemaakt. Maar ik vind Black Ops 1 is echt niet minder mooi dan Black Ops 7. Misschien wel mooier zelfs. Ook de letters in Black Ops 2 zijn niet mooi. De letters gewoon in je beeld. Het is niet helemaal scherp, het is niet mooi gewoon. Ja. En dat is raar, vind ik. Als je de engine hetzelfde gebruikt, dan moet het toch opgepimpt worden, zoals bij MW2. Dus ze gebruiken steeds dezelfde engine als MW1. Dus van Quad 4 uit 2007. Maar dat kan, je ziet dat het werkt. MW3 ziet er echt mooi uit, vind ik. Maar ik heb dan ook allebei Black Ops 2 en MW3. Maar ik speel echt, als je gewoon wil gamen, dan speel ik liever MW3. Ik weet niet, maar ik vind het wat, ja, mensen zijn actiever daar. Nee, maar... En je hebt veel meer keuze ook, vind ik, om iets te doen. Bij Black Ops heb je ook specialist. Je hebt gewoon te weinig keuze bij Black Ops van wat voor game je wil gaan doen ook. Nou, het probleem blijft Black Ops 2, wat echt een heel groot probleem is. Dus als jij gewoon met Assault Streak speelt, hè, gewoon echt met een escort drone, zeg maar wat. Ja. En dan schieten twee mensen schieten uit tegenpartij weg, dan kun je de hele potje niks meer doen. Daarom. Ja, want bij MW3 kun je nog switchen, dan ga je de specialist spelen of... Kijk, je kan bij MW3, klasse 1 is bij mij bijvoorbeeld specialist, klasse 2 is specialist, en 3 is een assault klasse, dan kan je wisselen. Daarom. Ja. Dan kun je dus je killsticks kun je koppelen aan een klasse, en nu bij Black Ops is het helemaal uitgehaald. Stel dat de wedstrijd per ongeluk start, en jij bent nog aan het wisselen van je killsticks, en je per ongeluk alles eraf, dan speel je de hele wedstrijd met niks. Of met 1 killstreak. Ja. Bij MW3 had je in ieder geval nog die andere 9 klassen. Ik had er 10 op een gegeven moment. Die je gewoon kan wisten. Nou, okay, daarom dat ik heb nu ook 10. En dan ook allemaal verschillend soms. Ja, en dat is zo slecht dat dat niet over nagedacht. Dat 1 vergadering had ik erbij moeten zijn. Dan had dat niet gebeurd. Ja. Eentje. Dat had ze echt tonnen opgeleverd. Ja. Eentje, ik had gezegd, jongens, waarom is dat eruit gehaald? Misschien had ze een goede argument ervoor, maar dat is toch niet gewoon. Nee, daarom. Maar er is geen goede reden om dat eruit te halen. Echt niet. Ze hebben te veel aan elkaar doorgelinkt eigenlijk. Ja, ze zijn te veel te veranderen. En ik hoop dat ze nu gewoon het Activision hebben ingegrepen. Die hebben ook gezegd, financieel is het een succes. En mensen kopen op DLC's. Maar ze kijken ook naar YouTube. En qua YouTube is Black Ops 2 een hele, hele grote faal. Alle views zijn gewoon echt een kwart van hem vorig jaar ten opzichte van MW3. Terwijl YouTube meer een hype gooi is. Minecraft vindt nu meer terrein. Dus wat heb ook Activision gezegd? Het moet weer omhoog, het moet weer boven Battlefield uitstijgen. Er moet gewoon iets spectaculairs in gebeuren. Je moet iets kunnen doen wat niet iedereen doet. Ja, je moet gewoon kunnen. Kijk, wat ik op een gegeven moment kreeg bij MW3 was triple morphs, double morphs, wolves met dat wapen, secondary morphs. En die nucleaire is niks blijkbaar morph. Nee, als je knippert met je ogen, dan oh, heb ik een nucleaire gehad. Ja, dat. Daarom, en dan zo heb je net en dan heb je een killstreak en dan heb je hem wel laag. Maar dan heb je hem ingezet en heb je hem opnieuw. Dat soort dingen.
Je had ze volgens mij ook gewoon veel te snel. Ja, ja, heel veel dingen haal je veel te snel. Veel te snel. Dus dat vind ik dan wel minder. Want als je King Nine dus de dogs gewoon inzet, kan je hem ook vlak daarna weer, hoef je nog maar ja, soms een paar kills als je een kleine map doet. Ja, het ligt aan hoe je het inzet natuurlijk, wanneer, op welk moment, maar... Want sommige mensen spelen dan op NW3, nee, weet het nou? Jawel, NW3 hebben ze dan, hoe heet het, Blackbird. En dan speel je dropzone, en iedereen zit bij die dropzone. Als je dat daarin zet, heb je hem ook weer opnieuw. Dus dat ja, Advanced UV. Ja, en dat soort dingen, dan heb je het allemaal opnieuw. En dat vind ik dan wel, het moet wat groter verschil tussen de killstreaks met het aantal punten die je moet hebben, vind ik. Ja, daarom is een Blackbird nu een vet overpowered natuurlijk in Black Ops 2. Gewoon, ja, je hebt 1100 punten nodig, 1000 punten of zo, zoiets. Ja. Dus, en heb je al een Blackbird, ja, en dat heb je weer snel, want je krijgt assisten voor iedereen die kills maakt en zo. En als je dan, ja, dat is het nadeel van UAV, tenminste UAV, counter UAV, Orbital, wat ze dan vaak spelen, is dat je het gewoon continu kan cyclusen. Als je met z'n vijven speelt, dan win je eigenlijk altijd. Daarom. Want als iedereen dan UAV, counter UAV, Orbital speelt, dan win je dik. Zonder problemen. Ja. Zeg je naar... 5 kills of 35. Ja, dan begin je al UV, iedereen UV, iedereen assisten en een counter ingezet aan. Dan ben je zo klaar. Dan ben je, heb je de hele wedstrijd heb je gewoon Orbital 4 set mee. Daarom, dus dat is wel minder. Maar dit C2C heb je. Yep. Ja, super. Zo, doen we.